Goedendag, welkom bij Sportclub Rijnmond. Vandaag in de uitzending korfbal en veel voetbal. Zo waren we bij FC Dordrecht Heerenveen en maakten daar een mooi portret met twee stewards van de club. Dan hebben we zaalvoetbal en voetbal uit de topklasse. Maar we beginnen met Feyenoord. Want net als tijdens de openingswedstrijd van dit seizoen had Feyenoord weer de nodige moeite om te winnen van ADO. In augustus werd het in de blessuretijd 1-0 en nu bleef het met hangen en wurgen 2-1 voor Feyenoord. Maar dat de Rotterdammers het wel vaker lastig hebben met ADO, daar kan Harry van der Laan, oud-spits van beide ploegen, over meepraten. Harry van der Laan werd eind jaren 80 ontdekt door Co Adriaanse, die hem liet debuteren bij het toenmalige FC Den Haag. En in zijn beginperiode bij Den Haag scoorde hij er lustig op los, vaak in wedstrijden tegen Feyenoord. Hij had natuurlijk Co Adriaanse in die tijd als trainer. Hij was natuurlijk een trainer die zeer aanvallend ingesteld was. Dat was met name voor spelers zoals ik, was dat natuurlijk ongelooflijk fijn. En je ontwikkelt je als prof en dan is het geweldig als je dan voor het eerst tegen Feyenoord mag spelen natuurlijk. En dan ook nog scoren. Dus dat is een hele goede herinnering, met name aan die wedstrijden. In 61 wedstrijden scoorde Van der Laan 34 voor FC Den Haag. En Feyenoord nam hem over. Maar de stap was uiteindelijk niet makkelijk. Wat vooral moeilijk was, vond ik. Ik was natuurlijk iemand waar doelpunten van verwacht werden. Je was niet een meevoetballer. Je was niet de linksback of zo. Nee, je stond in het front. Ja, en dan moet je goals maken. En dan is die druk toch wel heel erg groot. En als je dan in een elftal speelt wat lekker draait, dan is dat allemaal wat makkelijker. Maar als dat eigenlijk een opbouwelftal was, hè, een elftal in opbouw, want twee, drie jaar later werden ze kampioen van Nederland. Met heel veel van dezelfde spelers wel. Ja, dan moet je de kans even krijgen om door te stoten. En dat lukte gewoon net niet. Spitsen hebben het bijna altijd wel moeilijk gehad, hè, in Rotterdam. Ja, oké, er zijn ook hele goede uitzonderingen, hoor. Ik Larsson, Kuyt, noem maar op. Dus maar in die periode dat jij er zat? Ja, toen was het even een aaneensluiting van. Maar ja, het is een groot woord, mislukte spits. Maar ik was ook natuurlijk nooit een echte spits. Ik was eigenlijk iemand die eromheen voetbalde of er zelfs vanuit het middenveld kwam. Maar men heeft mij altijd en nu nog steeds gezien als spits. In feite heb ik maar 1 jaar in de spits gespeeld en dat was bij FC Den Bosch. En toen was ik 36. Toch vragen wij aan Van der Laan wat hij vindt van de huidige Feyenoord-spits Colin Kazim Richards. Ja, ik ga toch een beetje mee met Rutte in dit geval. Hij is voor het elftal een prima speler. Hij is een A-speelpunt. Hij kan de bal vasthouden. Hij kan anderen toch enigszins beter laten functioneren. Het is natuurlijk geen doelpuntenmachine en dat zal het nooit worden ook. Maar even voor de time being is dit natuurlijk voor Feyenoord een redelijke spits, waardoor ze toch goed kunnen functioneren. Dirk Kuyt wil graag naar Feyenoord komen. Ja. Mogelijk gaat dat gebeuren. Zou je dat een goede zaak vinden? Ik vind het altijd gevaarlijk om iemand op leeftijd nog eens even. Want hier wordt wel iets meer geëist dan een beetje meevoetballen. Hier worden steeds grotere prestaties geëist. Kampioenschap, weet ik veel, prijzen. En dan moet ik. Dan weet ik niet of je een speler die op zijn retour is, daarvoor kan gebruiken. Van der Laan redde het dus niet bij Feyenoord. Hij scoorde in 22 optredens 9 keer. Toch heeft hij geen spijt dat hij ooit de overstap maakte naar de Kuip. Een droom voor iedere jonge spelertje, zeker uit deze regio, om ooit voor Feyenoord te mogen spelen. Nou, ik kreeg die kans, dus die pak je dan gelijk met beide handen aan. Je kan wel zeggen van heb je dat goed benut, die kans. Dat is iets anders. Ik denk dat ik beter was in het kans benutten in wedstrijden dan mijn kans benutten bij Feyenoord. Knappe actie van Sabau. En de voorzet. En het doelpunt van Harry van der Laan via de paal. Een schitterende actie. En van de Eredivisie naar de topklasse op zondag. Want in die competitie strijdt het Rotterdamse Leonidas dit seizoen met clubs als AFC en Edo tegen degradatie. De ploeg van trainer Koos Waslander won 3 maanden geleden voor het laatst een wedstrijd. En dan is het logisch dat de laatste plaats steeds dichterbij komt. Gisteren kregen de Rotterdammers tegen HBS een nieuwe kans op de eerste zege van 2015. Leonidas in het wit. Het heeft de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie uit de topklasse. De ploeg van trainer Koos Waslander staat voorlaatste en dus flink in de gevarenzone. Tegenstander HBS uit Den Haag is een middenmotor. Maar wordt wel direct in het defensief gedrukt. El Hamach met helaas niet de openingstreffer voor de Rotterdammers. Hij komt niet verder dan het zijnet. El Hamach wordt opnieuw gezocht. Gaat hij nu wel scoren? Oog in oog met Memessen? Nee, het blijft 0-0. Leonidas dus gevaarlijk in de openingsfase.
maar het weet nog niet te scoren. Misschien nu dan, Olaf van der Zande. En opnieuw zit Meeuwissen er goed bij. Eerder dit seizoen in Den Haag werd het 5-1 voor HBS. En hier de eerste aanval van de bezoekers, van de Hurk. Maar dit schot is niet heel gevaarlijk. Het weer wordt er dan niet beter op. Maar Leonidas blijft aanvallen. Olaf van der Zande, knappe poging. Maar geen doelpunt. En zo zijn de kansen dus voor Leonidas, maar staat het bij rust gewoon 0-0. Tweede helft, vrije trap HBS. Van Pelt achter de bal. En ook hij weet niet te scoren. Heeft pech. HBS dat het in de tweede helft duidelijk beter doet. Matluti, wat doet hij? Hij schiet naast. En daar baalt hij van. Maar de druk van HBS neemt dan echt toe. Hoekschop. Gaat hij erin? Nee. Van Pelt eerder op de lat en nu dus op de paal. Zit hem zeker niet mee. Maar het mogen duidelijk zijn welke club na de rust het beste uit de kleedkamer is gekomen. HBS dus. Daar gaan ze weer. Op links is Westdijk weg. Aanval loopt door. Van de Dussen met een ongelukkige assist. Geert Westdijk met de eerste goal van de middag. Na alle kansen voor Leonidas voor de pauze is het HBS dat na de rust op 0-1 komt. En Leonidas moet dan op jacht naar de gelijkmaker. De laatste keer dat ze wonnen was op 2 november. Lijkt een eeuwigheid geleden. Edo werd toen verslagen. Invaller. Viera Tavares da Veiga. Een prachtige naam. Maar geen doelpunt. Een aanval van Leonidas. Maar luister goed. De explosie in de Moddermanstraat in Schiebroek is ook bij Leonidas goed te horen. Er wordt trouwens gewoon doorgevoetbald alsof er niets aan de hand is. Deze kans gaat er dan ook niet in. En zo verliest Leonidas van HBS met 1-0. En is het gat op de ranglijst met hekkensluiter Edo nog maar 4 punten. Vroeger hadden we de RTV Rijnmond Korfbal Cup. Tegenwoordig praten we over de Zuid-Holland Korfbal Cup. Een samenwerking tussen Omroep West en RTV Rijnmond. En de finale, dit toernooi, wordt op 17 februari bij Sporting Delta in Dordrecht gespeeld. In de finale speelt KCC tegen ons Eibenest uit Den Haag. De club uit Capelle aan de IJssel plaatste zich voor de eindstrijd door in de halve finale in een echt bekerduel PKC met slechts 1 puntje verschil te verslaan. Het is een enorme beker. We doen niet mee om voor de Olympische gedachten, we doen mee om te winnen. Hier is het altijd zo'n lekker sfeertje. Ze noemen het ook Ajax Ketel hier. Nee, ik ben er ook hartstikke trots op. Uiteindelijk win je nog met 20-19 in de laatste 3 seconden. En het is wel een bevrijdend gevoel op dit moment. Helaas is het tegen Eibenes, tegen oude club waar ik vandaan, waar ik 6 jaar coach ben geweest samen met Arthur. Ja, dat is op zich wel heel bijzonder. Gaan we er gewoon voor. En hopelijk die beker weer pakken, net als vorig jaar. En wilt u op 17 februari naar die finale van de Zuid-Holland Korfbal Cup? Stuur dan een mailtje naar sport@rijnmond.nl. Onder de inzenders verloten we dan 10 keer 2 kaarten. En dan zaalvoetbal. In de Eredivisie heeft TPP de hoop op de play-offs nog niet opgegeven. De Rotterdammers staan 5e en moeten bij de eerste 4 komen om zich daarvoor te plaatsen. En om dat voor elkaar te krijgen, moest dit weekend gewonnen worden van FC Marlène. Dat TPP moet winnen van FC Marlène hebben de spelers goed begrepen, want vanaf de eerste minuut worden de Noord-Hollanders vastgezet. En TPP scoort ook snel. Uit een voorzet van Jordani Martinez is het Anes Beslia die de 1-0 voor TPP op het bord zet.
prima meegelopen door Beslia, de international van Nederland. En dat Beslia meer kan dan alleen maar lopen, laat hij hier zien. Dat is één mannetje, dat is de tweede. Alleen dan wil hij te sociaal zijn, legt hem af op Regino Resida. En het wordt geen 2-0, ziet ook bondscoach Marcel Loosveld. Prachtige actie en dan is hij boos dat Resida niet scoort. Maar Beslia legt hem zelf achter de man. Thierry Schaal. Dit moet 2-0 zijn. Dan Marlène, Zakaria Amrani, een van de andere internationals van Nederland. En de redding is van keeper Sander Verschuren, die op het doel staat omdat Koen van der Leden een zware knieblessure heeft opgelopen bij het Nederlands team en waarschijnlijk de rest van het jaar niet meer inzetbaar is. Gevaarlijke, maar mooie actie van Karim Moussaoui zet Bouyouzane vrij voor de keeper, maar ook hij maakt er geen 2-0 van. Bouyouzane die is gekozen tot talent van het jaar. Moussaoui. Met een slim balletje op Jordani Martinez. En dan is het wel 2-0. En dus zal Marlène met een antwoord moeten gaan komen. En daarbij hopen ze op de ingevingen van Zakaria Amrani. Die doet niet aan overspelen, gaat zelf voor de actie. En hier zit Sander Verschuren er niet goed bij. Maar je kunt ook zeggen dat het de klasse is van Zakaria Amrani. In de tweede helft gaat TPP weer goed van start. Dit keer scoort Thierry Schaal wel. Een veel moeilijkere hoek. Maar nu is het 3-1, ziet ook Koen van der Leden. Steekballetje op Sherwin Sarakari. En dan is het 4-1. Als TPP wint is de achterstand op de nummer 4 knooppunt nog 4 punten en een wedstrijd meer gespeeld voor TPP. Er moet dus nogal wat gebeuren, willen de Rotterdammers zich plaatsen voor die play-offs. Roy Huisman ondertussen met de 4-2. En hier wordt het 5-2, nee, door Dani Martinez. Ondanks zijn snelheid komt hij net tekort. Maar je kunt niet zeggen dat hij er niet alles aan gedaan heeft. Marlène gaat dan spelen met een meevoetballende keeper om zo de 4-3 te bewerkstelligen. En dat lukt. Weer Zakaria Amrani. Met nog 32 seconden te spelen komt Marlène terug tot 4-3. En gaat TPP het dan nog uit handen geven? Nee, daar gaat de zoemer, die onverbiddelijke zoemer. En TPP wint volledig terecht met 4-3 van Marlène. En mag nog hopen op de play-offs. FC Dordrecht speelde afgelopen weekend verdienstelijk met 0-0 gelijk in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. En aan de Kromme Dijk vormen de stewards, Caro en Kees, al jaren een geolied duo. Samen zorgen ze ervoor dat alles bij de kleine parkeerplaats in goede orde verloopt. Maar vrijdagavond, door overmacht, moesten ze het opeens even zonder elkaar stellen. Goeiedag. Goeiedag. Rechts de fietsje, meneer. Okay. Ja. Hallo. Oké. Okay. Nou, een hele oude kennis, Ton de Jonge, die man, en die is een paar jaar geleden overleden. En toen was ik op de paardenmarkt in Amsterdam. Toen zegt hij, joh, wij zoeken nog supposters. Ik zei, nou ja, ik zal het wel een paar keer proberen. Maar ja, van een paar keer proberen is het 13 jaar geworden. Goeiedag. Goeiedag. We staan hier altijd met z'n tweeën. Nou sta ik alleen, maar ja. Je kan niet alles in de gaten houden nou, natuurlijk. Daar hebben de regen vanavond een stuk of 5 afgemeld. Je hebt de regen, ja, bij wijze van spreken ziek of ze gaan er niet. Of ja, of verjaardag, je weet hoe het er gaat natuurlijk. Goeiedag. Nou, toen moest mijn maat gelijk om 5 uur naar de parkeerplaats. Want daar op die op die grote parkeerplaats moet je betalen. En om 8 uur komt hij terug naar hier.
Maar ja, dan mis ik mijn maat wel hoor, nou hierom. Ja, en ik heb een maandag en dinsdag ook op bed gelegen, dus. En dan ging het ook, ook grieperig, water uit mijn neus. Moet ik buiten de wagen parkeren, jongen. Ik kan, spelen. Ja, weet ik. Alle spelers staan er allemaal buiten. Staan ze allemaal buiten? Allemaal buiten. Ze staan allemaal hier, ik zie die auto's. Nee. Er staan er is nummer één die een parkeerplaats heeft van P1. Of anders moet je naar de grote parkeerplaats rijden. Hoe kom ik daar dan? Nou, als je nou hier helemaal rechtuit blijven rijden, dan hoe ver is het daar? Hoe ver is het om daar? Drie minuten. Oh, dat doe ik toch daar, hè? Ja. Ja, toch? Oké, even draaien. Oké. Hé, daar komt hij. Wat ga je even drinken? Koffiehalte daar bij dingen. Waarom? Waar ver je altijd koffiehalte achter? Dat ga ik ook halen. Kun je een bakje koffie? Ga maar een bakje halen, hoor. Kijk, je bent samen en dat ben je altijd gewend, al jarenlang. En dan mis je elkaar, ja. Vroeger, toen ik dit nog niet deed, dan ging ik wel regelmatig kijken. Kees, je gaat even 5 minuten kijken. Ja, maar kijken. Nee, dadelijk. Ja, had ik straks. Ja, oké. Ja, je kan wel eens 5 minuten of 10 minuten kijken. Maar meestal als je dan thuis komt of andere dag, dan kijk je maar naar de studiosport en kan je dat veel beter zien. Want daar zie je maar af en toe hele kleine stukjes. When you press me. Door ze nou die punt vasthouden, door ze nou niet op alles gaan spelen, alles daarvoor, hè. En dan ga je dadelijk de boot in. Kees, nog 5 minuten, Kees. Nog 5 minuten. Dit. Dag heer. We hebben niet verloren. Dat is hier wel positief. En tot zover Sportclub Rijnmond. Dinsdag en woensdag hebben we op de radio een extra sportuitzending. Dit in verband met het midweeksprogramma in de Eredivisie. Dinsdag Go Ahead Eagles tegen Excelsior. En woensdag Heerenveen Feyenoord en PEC Zwolle tegen FC Dordrecht. Komende vrijdag zijn wij op de TV weer met FC Rijnmond. Oud-Feyenoorder Sjaak Troost is dan onze gast. Ik wens u nog een fijne dag.